Nicolas Rommels, je eerste week bij SNV zit erop. Wat is jouw eerste indruk tot nu toe op de club? Een heel familiale club. Ik denk dat niemand boven de groep staat. Ik denk dat de coach daar ook wel voor zorgt. Accommodatie hier is top. Trainingsvelden, als je het stadion ziet. Dus ik denk dat de omstandigheden heel goed zijn om er een goed seizoen van te maken. Ja, als ik het zo hoor, ja, je voelt je al een beetje thuis hè, bij Zoetwaardingen. Ja, zeker. Ik ben heel goed ontvangen door de spelers, door de staf. Dus ja, ik voel me wel thuis. De familiale sfeer is leuk om zo toe te komen. Dus ja, zeker en vast. Ja, afgelopen seizoen ja, was je goed voor 15 doelpunten. Allee, was je toch rechtstreeks verbonden aan 15 doelpunten. Ja, wat is jouw ambitie voor het komende seizoen? Eerst en vooral met de ploeg een goed seizoen te draaien. Dus het individuele staat niet zo hoog aangeschreven voor mij persoonlijk. Maar om dan toch te spreken over die assisten of doelpunten, wil ik de ploeg zo goed mogelijk te helpen. Het is een comeback in eerste. Verwacht je een groot niveauverschil met 1B vorig seizoen? Het zal allemaal nog een tikkeltje sneller gaan, denk ik. In 1B is het toch wel vooral duels en agressief voetbal. Ik denk dat dat in 1A net iets minder is, dat ze misschien iets meer ruimte gaan geven. Maar ja, de tempo zal hoger liggen. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ja, je bent nog vrij jong, maar je hebt toch al wel wat ervaring opgebouwd. Wat mogen de supporters zeg maar, verwachten wat Nicolas Rommels kan bijbrengen aan dit Zoetwaardingen? Eerst en vooral dat ik er elke wedstrijd voor zal strijden. Met mijn mentaliteit en mijn karakter. Daarnaast wil ik de ploeg bijbrengen met ja, assisten of doelpunten. Stilstaande fases eventueel. En ja, hopelijk met de groep dat we een goed seizoen kunnen draaien. Beter als vorig seizoen. En dat we de supporters leuk voetbal kunnen brengen. Ja, de competitie begint iets vroeger dan normaal. Hoe verloopt die voorbereiding op dat nieuwe seizoen? Tot nu toe ben ik hier bijna een week denk ik, aan het meetrainen. Het is stevig. Er worden voldoende kilometers gemaakt. Maar ja, dat is altijd zo in de voorbereiding. Daar wordt nu eigenlijk de fundamenten gelegd om het hele seizoen door te komen. Dus het is nu belangrijk om ja, niet gekwetst te geraken en de trainingen zoveel als mogelijk te volgen. Dus ik denk dat we goed bezig zijn. Ja, vorig seizoen nam je het met RWDM toen op tegen Zoetwaardingen in de beker van België. Zoetwaardingen ging toen door. Ja, heb jij een droom in het beker of zeg je van ja kijk, dit bekerscenario, daar droom ik toch wel een keertje van? Ja, ik weet dat Zoetwaardingen toch al die beker hier heeft kunnen halen, dus dat is zeker een ambitie. Maar ik denk dat we wedstrijd per wedstrijd en ronde per ronde moeten bekijken. Ik weet nog dat vorig jaar met de haken over de sloot was voor Zoetwaardingen tegen ons. Maar ze waren door, dus ik hoop dat we dit seizoen ook kunnen doen. Ja, je zegt ik ben hier al een weekje op de club nu. Hoe is de connectie met, ja, met de toch nieuwe samengestelde staf hier op SNV? Heel goed. De coach praat en geeft richtlijnen tijdens de training, naast het veld. De stafleden ook. Ik weet niet precies wie dat er allemaal juist nieuw is, omdat ik zelf ook nieuw ben. Maar de connectie zit goed met heel de groep, denk ik. Ja, als je één iets moet zeggen waar je enorm naar uitkijkt komend seizoen, wat is dat dan? Hier voor eigen fans spelen en ja, ik hoop heel veel overwinningen hier thuis in SNV te kunnen behalen. Ik denk dat dat het voornaamste doel is en om een goed seizoen te hebben met zowel ja, de team als de supporters. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.